3 punten. Ja, ja, was moeizaam vandaag, maar uiteindelijk 3 punten, dat was het belangrijkste. Doet het goed, hè? Ja, ja, vorige week was was een hele mindere. 5 nog pak slaag gekregen. Dus we hadden wat recht te zetten en uiteindelijk ja, heb ik dat ook gedaan. Ja. Veel Marokkanen bij Excelsior, hoe is dat? Ja, gezellig. Ja, wordt veel gelachen en ja, wanneer het serieus moet, is het serieus, maar als we kunnen lachen, dan doen we dat wel. Je ziet dat de Marokkanen in de Eredivisie domineren, als het gaat om doelpunten, assist, techniek, creativiteit. Wat vind jij ervan? Ja, is alleen maar leuk toch. Je weet dat Marokkanen, die hebben veel op straat gevoetbald en die hebben gewoon een hele goede basistechniek. En je ziet dat ze dat nu ook op het veld gewoon laten zien, dus ik vind dat leuk om te zien. Die techniek heb jij ook, hè? Ja, ik kan het wel eens laten zien. Ook op straat geleerd? Ja, ook op straat geleerd. Ja. Waar? In Den Haag. In Den Haag, ja. Veel op straat gevoetbald en ja, dat probeer ik nuttig op het veld. Het moet wel functioneel blijven. Ja, af en toe laat ik nog wat leuke dingen zien. Je hebt bij Den Haag gezeten, Roda JC, niet echt gewaardeerd, maar je ziet nu, die waardering komt er nu wel, hè, bij Excelsior. Ja, ja. Ja, ik voel me op mijn gemak hier. Het is dicht bij huis, dus ja, dan krijg je extra warmte en ja, dat zie je ook op het veld, dus ja, klopt dat ik hier wel wat waardering krijg. Einde contract dit seizoen, hè? Ja. Ga je doen? Waarschijnlijk na het weekend is daar meer duidelijkheid. Mooie club, stap in omhoog. Je kunt ons ook de primeur gunnen, hè? Ja. Als Mokro's in de Eredivisie. Er zijn wat afspraken daar, daar moet ik me aan houden. Wanneer komen wij online? Maandag pas, dus op zich na het weekend. Ja, in principe. Maar ik zeg, want ik heb dat al 2 weken geleden gezegd. Ik vind dat jij eigenlijk een club als Utrecht, dat niveau, kun je aan. Ja. Je hebt de techniek, je hebt de controle. Je hebt een fantastisch afstandsschot. Ja, klopt. Alleen mijn volgende club zal geen Nederland zijn. Nee? Nee. Ga naar buiten. Oké, dat zeg ik wel. Okay. Het zal geen Nederland. Ik denk van de stap. Hoe oud ben je nu? 26. Mooi leeftijd. Ja. Ja, goed. Die stap die wat jij aangeeft, die had ik ook kunnen maken. En, ik heb best wel lang zitten twijfelen en veel met mijn familie gesproken en mensen die dichtbij me staan. En het gesprek die ik had gehad daar, ja, die was goed. En ik ben gewoon mijn gevoel gaan volgen en we gaan het zien of het de juiste stap is. Ah, je bent nog jong, doe je Anno Hardouin natuurlijk, je hebt ook in het buitenland gezeten. Praat je met zo'n jong? Jawel, hij geeft wel wat tips en natuurlijk, hij heeft ervaring. En wat is de belangrijkste tip die je meekreeg? Ja, gewoon je gevoel volgen. En dat is sowieso iets wat ik heel mijn carrière heb gedaan. Weet je, wat je zegt, ik heb de jeugd bij ADO gezeten en daar is het niet gegaan zoals het moest gaan. En uiteindelijk ben ik mijn eigen pad gaan volgen en met de steun van mijn ouders heb ik moeilijke keuzes moeten maken. Maar uiteindelijk zie je waar ik ben beland. En met de kracht van boven natuurlijk. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Alhamdulillah. Zeker.